Geliefde broeders en zusters, gasten en hen die nu of op een later moment via de techniek met ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor dominee Schoonderwoerd, emeritus predikant van Sliedrecht Ebenhaezer. De schriftlezing is uit het Bijbelboek Klaagliederen, hoofdstuk 5. Het thema van de preek luidt een vurig gebed om herstel. Een mededeling van de kerkraad, dat betreft de rouwdienst en begrafenis van broeder Gerard Schoeman. Die vindt plaats DV donderdagmiddag 15 augustus om 14:00 in de Munnikenhof. Voorafgaand is er gelegenheid de familie te condoleren van 12:15 tot 13:15 tot 13:45. De inzameling van de gaven vindt plaats voor de slotzak. Deze is bestemd voor pastorale activiteiten, met name zending en evangelisatie. Bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u per bank overmaken. Vang het deze dienst aan door het zingen van de voorzang, Psalm 80, vers 11. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Laten we zingen, gemeente, van Psalm 74, het eerste en tweede vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. 74, 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen aansluitend van Psalm 77, het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten? 77, vers 6. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Trouwe God in de hemel, u gaat door met uw werk. Daarom is er nog steeds de kerk. Daarom mogen wij ook vanmiddag hier zijn. U hebt, Heere, behagen in ons behoud. U brengt ons samen onder de boodschap van uw genade, van uw liefde tot zondaar, van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Heere, wat is het nodig dat wij dat maar niet aanhoren alleen, maar dat woord ook ingang vindt in ons hart. Dat wij uw stem mogen horen en ons gewonnen geven voor het eerst of hoe lang hoe meer. Dat we op u leren zien, op u vertrouwen, het van u verwachten. Niet van onszelf, niet van andere mensen. Heere, geef dat wij zo vanmiddag mogen luisteren. Dat we ons bewust zijn of worden van het feit, Heere, dat wij van onszelf voor u als zondige mensen niet kunnen bestaan. Wij zijn van u afgevallen. We zijn ongehoorzaam geworden. We hebben naar de boze, naar de duivel geluisterd. Daarom, Heere, is er zoveel kapot gegaan. En daarom leven we in een wereld die in nood verkeert. Maar Heere, u ziet nog naar ons om. U hebt uw eigen zoon gegeven. U laat zijn naam nog verkondigen. Heere, bouw uw gemeente. Wilt u ons daar persoonlijk bij betrekken door waar geloof? Geef, Heere, dat we de Heere Jezus mogen kennen en van zijn genade mogen leven, hoe lang hoe meer. Gedenk ons oud en jong. Wees met hen die hier mogen zijn in dit gebouw, in dit kerkgebouw, of die met ons verbonden zijn en de dienst elders mee beluisteren. Heere, laat het voor ons allen een gezegende middag mogen zijn. Sta ook de dominee die voorgaat bij. Maak hem getrouw in de arbeid waartoe u hem roept ook deze middag. Wilt u hem geven dat hij uw woord zo mag vertolken dat het is naar uw bedoeling, naar de zin en mening van uw geest. En dat het ook tot zegen mag zijn en tot opbouw. Gedenk ons zo alle, Heren. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons allemaal. Gaat u niemand van ons voorbij. Denk aan heel uw kerk, wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen. Wilt u vervolgde christenen gedenken? Wilt u kerken die in moeilijke omstandigheden verkeren, onder oorlogsgeweld, kerk zijn? Heren, die misschien nog niet zo lang bestaan en nog maar weinig weten van de Bijbel, daardoor ook nog makkelijker openstaan voor dwaling. Wilt u heel uw kerk vasthouden?
bewaren bij uw woord. Of daarheen terugleiden. Geven dat er eenheid mag zijn en eenheid mag komen, hoe langer hoe meer. Onder allen die echt in u geloven. Die uw woord voor waar houden. Die zonder de Heer Jezus niet kunnen. Dat zij aan elkaar verbonden mogen zijn. In de eenheid van het geloof. Heere, zo zijn onze ogen op u. Hoor ons nog uit genade. En neem al onze zonden weg. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is deze middag, gemeente, uit het boek Klaagliederen. Klaagliederen 5. Er zijn 5 klaagliederen. En daarom ook 5 hoofdstukken in dit Bijbelboek. En we lezen het laatste klaaglied. We lezen het hoofdstuk 5 van de klaagliederen. Waarom wordt er nu geklaagd in dit Bijbelboek, jongens en meisjes? Er wordt geklaagd omdat de Heere vertoornd is geworden op zijn volk, omdat de Heere boos is geworden over de zonde. En omdat daarom vijanden van Israël zijn gekomen, de Babyloniërs, en de stad Jeruzalem hebben verwoest. En niet alleen de stad hebben verwoest, maar ook de tempel. De tempel. Stel je voor dat deze prachtige kerk verwoest zal worden. Dat zou al vreselijk zijn. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, er zijn nog veel meer kerken. Er zijn er nog gelukkig zoveel over. Maar van die prachtige tempel van Salomo, daar was er maar één van. Daar woonde de Heere. En die tempel was verwoest. Hoe had God dat kunnen toestaan? Hoe was dat nou mogelijk? Dat is het diepe verdriet, dat is de klacht. In deze klaagliederen. We gaan samen dat 5e klaaglied lezen. Denk, Heere, aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad. Ons erfelijk bezit is vervallen aan vreemden. Onze huizen aan buitenlanders. Wij zijn wezen zonder vader. Onze moeders zijn als weduwen. Ons water drinken wij voor geld. Ons hout komt tot ons voor een prijs. Wij worden op onze nek gezeten. We zijn doodmoe. Maar rust gunt men ons niet. Egypte hebben wij de hand gegeven. En Assyrië om met brood verzadigd te worden. Onze vaderen hebben gezondigd. Ze zijn er niet meer en wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons en er is niemand die ons aan hun hand ontrukt. Met levensgevaar moeten wij ons brood halen vanwege het zwaard van de woestijn. Onze huid gloeit als een oven vanwege het woeden van de honger. In Sion hebben ze vrouwen verkracht, in de steden van Juda jonge vrouwen. Vorsten zijn door hun hand opgehangen en oudsten werd geen eer bewezen. Jonge mannen torsen de molensteen, jongens struikelen onder de houtlast. De oudsten ontbreken bij de poort, jonge mannen staken hun snarenspel. De vreugde van ons hart is opgehouden, onze rijdans is in rouw veranderd. Gevallen is de kroon van ons hoofd. En dan volgt de tekst voor vanmiddag, vanaf vers 16b tot het einde. Wee toch ons, dat wij zo gezondigd hebben. Hierom is ons hart ziek. Om deze dingen zijn onze ogen verduisterd. Vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen op lopen. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. Waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten?
Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Want zou u ons geheel en al verwerpen, zou u zozeer op ons vertorend zijn? Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor vanmiddag vindt u dus in Klaagliederen 5, vers 16b tot en met 22. Wij willen nu gaan zingen van Psalm 85 en daarvan het tweede en het derde vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? En merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, 2 en 3.
Na de prediking gemeente willen we zingen van Psalm 102, het 7e en het 10e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En het 10e, dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. Psalm 102, de versen 7 en 10 na de verkondiging van deze middag. Gemeente, ik zei al, er zijn 5 van die klaagliederen die allemaal als achtergrond hebben de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in het jaar 586 voor Christus door de Babyloniërs. 5 klaagliederen. En dit is het kortste, dat 5e. Ze bestaan allemaal uit 22 versen, behalve hoofdstuk 3, het 3e klaaglied. Dat heeft te maken met het alfabet. Die klaagliederen die zijn zo geschreven dat in het Hebreeuws ieder vers begint met een volgende letter van het alfabet. En er zijn er dan 22. En daarom heeft hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 ook 22 letters, 22 versen. In hoofdstuk 3 gebeurt het 3 keer. Daar wordt iedere letter 3 keer gebruikt. Dan zijn de eerste 3 versen, beginnen allemaal met de letter A, zeg maar. En de volgende 3 versen beginnen dan met de letter B. En zo gaat het door en daarom heeft hoofdstuk 3, dat een bijzonder karakter draagt, heeft 66 versen. Dat is de kern van het boek, zou je kunnen zeggen. En het laatste hoofdstuk is de afsluiting. Daar loopt het op uit, zou je kunnen zeggen. Dat hoofdstuk heeft ook 22 versen, maar dat alfabet, dat is dan losgelaten. De versen beginnen niet meer in het Hebreeuws met de letters van het Hebreeuwse alfabet in volgorde. Maar het is de afsluiting van het boek. Het is waar de schrijver eigenlijk op uit is, dat het volk met hem de Heere zal aanroepen, tot de Heere zal bidden om genade, om verlossing. In de eerste 4 klaagliederen vind je ook gebeden. Daar zijn onderdelen van die klaagliederen zijn ook gebeden. Er wordt ook God al aangeroepen. Maar in hoofdstuk 5 is het eigenlijk 1 gebed. Van begin tot het einde, waar de Heere de klacht wordt voorgelegd. Het begint met: denk Heere aan wat ons, met ons gebeurd is. En dan krijg je die beschrijving. En dan loopt dat uit op dat gebed dat de tekst vormt voor de prediking van vanavond. U Heere. Hij wordt aangesproken, hij wordt aangeroepen. Je zou kunnen zeggen, de dichter wil het volk hier hebben bij dat gebed. Hij wil eigenlijk dat Israël zal leren met hem zo tot God te gaan. Het is een vurig gebed om het herstel van Sion. Ik heb al een paar keer gezegd, de dichter, de schrijver, het Bijbelboek noemt zijn naam niet. Volgens de traditie is het Jeremia. Zijn het de klaagliederen van Jeremia? Daarom vinden we ze ook in onze Bijbel natuurlijk achter de profetieën van Jeremia. En ik denk dat er heel veel voor pleit ook dat het geschreven is door Jeremia. Dat het aansluit ook bij zijn prediking. Dat er parallellen zijn. Dat er eigenlijk geen gegronde redenen zijn om te denken dat het van Jeremia niet zou kunnen zijn. En met wijle professor van der Meijden ben ik dan ook van mening dat niets ons tegenhoudt om ervan uit te gaan dat deze liederen van Jeremia zelf zijn. Dat hij
Zo hier het volk voorgaat in gebed, oproept tot gebed. Het is een gebed waartoe hij het volk wil aansporen. Ik schrijf erboven vanmiddag, gemeente, een vurig gebed om herstel van Sion. Een vurig gebed om herstel van Sion. Er zijn drie punten. Komend met hartelijk berouw, pleitend op een vaste grond en biddend om waarachtige bekering. Een vurig gebed om herstel van Sion. Komend met hartelijk berouw, pleitend op een vaste grond en biddend om waarachtige bekering. O, wat was de nood groot, gemeente. Wat hadden ze veel verloren daar in Jeruzalem en in Juda. Bezittingen, hun vrijheid. Vele mannen, vaders waren gedood. Er vond nu uitbuiting plaats van het volk. Ze waren in slavernij eigenlijk gebracht. Ze werden onderdrukt door de Babyloniërs. Ten gevolge van die oorlog was er hongersnood. Oorlog gaat vaak gepaard met hongersnood. Er werden voedseltochten gemaakt, zoals dat ook gebeurd is in 1944 hier. Dat mensen erop uittrokken om nog wat eten bij elkaar te halen. Het levensgevaar deed men dat. Wat een ellende allemaal daar in Juda, onder dat volk van de Heer in Jeruzalem. En dat is nog niet alles. Maar hoe is het daar nu toe gekomen, gemeente? Was daar nu de oorzaak van geweest? Egypte hebben wij de hand gegeven, zegt vers 6. En Assyrië om het brood verzadigd te worden. O, ze hebben hun hulp verwacht van de heidenen. Wat was het geval? Ze waren eigenlijk hun vrijheid al kwijt. De Babyloniërs waren al eerder gekomen. En ze hebben zich aan de Babyloniërs moeten onderwerpen, omdat ze niet meer de Heere trouw hadden gediend naar zijn woord, naar zijn wet. En de koning van Juda was eigenlijk een vazal geworden, aangesteld door de koning van Babel. Jij mag dan hier op de troon zitten, maar dan moet je mij wel trouw zijn, aan mij onderworpen zijn. En nu waren de Joden in opstand gekomen. Ze dachten, Egypte maakt zich op om te strijden tegen Babel. En Egypte, dat is een wereldmacht ook. En daar sluiten wij bij aan. En de valse profeten die zeiden, dat moet je doen. Wij zijn toch het volk van God. God zal ons helpen. God zal ons weer de vrijheid teruggeven. Jeremia ging daar dwars tegenin. Hij waarschuwde daarvoor. Ze moesten niet hun hoop vestigen op heidenen, op Egypte. Het was het oordeel van God dat ze onder de macht van Babel waren gekomen. Had de koning niet trouw gezworen bij de naam van God, dat hij niet in opstand zou komen, maar dat hij een vazal zou zijn van Babel? Hoe konden ze deze weg gaan? Daar was de Heer het niet mee eens. Maar begrijp wel, gemeente, wat er dan gebeurt. Mensen willen zo graag de weg gaan die ze zelf voor ogen hebben. Ze willen graag de boodschap horen die hun aanstaat. Ze wilden niet luisteren naar die boodschap van Jeremia. Je moet dat niet doen.
Dan kom je om. Dan wordt de stad verwoest. Dan zullen de schatten van Jeruzalem weggevoerd worden naar Babel. Dan wordt het nog veel erger dan het nu al is. Ze hebben daar niet naar willen luisteren. Ze hebben hem het zwijgen proberen op te leggen. Ze hebben hem in een put gegooid. Ze wilden luisteren naar die valse profeten die zeiden: God is met ons. Wij zijn Israël, wij zijn volk van God. Komt allemaal goed. Zoek je steun maar bij Egypte. Nou is het zo afgelopen, zoals Jeremia het gezegd had. Nu is de stad ingenomen door de Babyloniërs, die het hun betaald hebben gezet. Nu is de koning afgevoerd en gedood. Nu zijn de leidslieden die zijn opgehangen. Nu zitten er geen oudsten meer in de poort. Nu zijn die jonge mannen, die zijn wanhopig. Die jonge meisjes die zingen niet meer en die dansen niet meer. Het is een en al ellende. Wij vertrouwden op Egypte. We hebben Egypte de hand gegeven. Onze vaderen hebben gezondigd. Ze zijn er niet meer. Er is niemand die ons aan hun hand ontrukt. En wij dragen onze ongerechtigheden, zegt vers 7. We zijn in het voetspoor gegaan van onze vaderen. Onze vaderen hebben gezondigd en wij zijn in dat spoor verder gegaan. En nu moeten we de gevolgen daarvan dragen. Heere, aanschouw en zie onze smaad, klaagt de profeet in vers 1. Hoopt hij op de Heere, dan komt hij bij de Heere terecht, dan gaat hij bidden. Daar wil hij het volk hebben, gemeente. Ze moeten naar God toe. Ze moeten hun hulp van hem verwachten. Alsnog. In Sion hebben ze vrouwen verkracht, zegt hij in vers 11. In de steden van Juda, jonge vrouwen. Hoe is het mogelijk? Daar waar de Heere wilde wonen, daar waar de Heere zijn volk had. Sion, dat was toch de berg die God had uitgekozen. Daar waar hij wilde wonen, op de Sion, daar is de tempel gebouwd. Sion staat voor de berg, Sion staat voor de plaats van de tempel. Sion staat ook voor die stad en voor die inwoners, voor dat volk. Die plaats waar de Heere wilde wonen. Want de verschrikkelijke dingen zijn er gebeurd. Wat is er overgebleven van die plaats waar de Heere te midden van zijn volk troonde? Vrouwen waren niet meer veilig. Hoogwaardigheidsbekleders zijn opgehangen. Jonge mannen verrichten nu dwangarbeid, lopen hout te zeulen. De leiders komen niet meer samen. Er wordt geen muziek meer gemaakt. In plaats van vreugde is er rouw. Alles wat er was, dat is verloren gegaan. En dat is onze schuld, zegt de profeet. En dat moet het volk nu ook gaan belijden, gemeente. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Vers 16. Het ligt niet aan de Heere. Nee, het ligt aan ons. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Herkent u daar iets van, gemeente? Wij lopen ook wel eens te klagen, niet waar? Misschien wel veel te veel. We hebben het zo goed, we zijn zo bevoorrecht. Maar als er dan dingen niet goed gaan, waar ligt dat dan aan? Waaruit komt dat dan voort? Als we dan moeten lijden, als er dan droefheid komt, strijd komt, moeite komt,
in ons leven? Wat is daar nu ten diepste de oorzaak van? Heb je daar alles aan gedacht? Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Als wij gaan bidden, gemeente, dan hoort daarbij dat we onszelf ontmoedigen. Dat we voor het aangezicht van God belijden, Heere, wij kunnen voor u niet bestaan. Wij hebben gezondigd. Wij komen wel met vragen om hulp, om bijstand. Maar Heere, wij hebben niets verdiend. We hebben nergens recht op. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Hierom is ons hart ziek. Om deze dingen zijn onze ogen verduisterd. O, wat een pijn en wat een verdriet doet het, gemeent. Wat voelt de dichter, wat voelt het volk zich ellendig. Ze voelen zich ziek en ze kunnen niet meer vrolijk uit hun ogen kijken. Tranen vullen hun ogen. Ze zijn zo somber gestemd. En wat is nou het ergste van alles? Vanwege de berg Sion staat er. Vers 16. De berg Sion die een woestenij is. O, dat was zo'n prachtige plek geworden. Daar was de tempel van de Heere gebouwd. Daar was de tempel van Salomo gebouwd, gemeente. Dat was zo'n mooie plaats. Dat was zoiets moois al uit de verte te zien. En daar trokken de stammen van Israël heen op de grote feesten. En daar kwamen ouders met hun kinderen om die voor te stellen aan de Heer. Daar kwamen ze bij allerlei gelegenheden, kwamen ze daar in dat huis van de Heer. De hoogtijdagen. En wat is er nu van over? Het is een woestenij geworden, niet meer in gebruik. Er worden geen offers meer gebracht. Er is geen tempeldienst meer. De priesters hebben helemaal niks meer te doen voor zover ze nog leven. Het is een woestenij geworden, gemeente. En de vossen lopen er rond, wilde dieren. Het is een puinhoop geworden. In plaats dat de mensen daar samenkomen om de Heere groot te maken. En dat is nou het ergste van alles, dat Sion er woest bij ligt. Dat het zo erg is dat het een woestenij is geworden. Waar vossen rondlopen. Dat is het ergste. O, dat doet de profeet zo'n pijn. Hij heeft ervoor gewaarschuwd. Gaf hij niet om die tempel? Jazeker, hij gaf zoveel om die tempel. Als er één was die om die tempel gaf, dan was hij het. En nu het werkelijkheid geworden is, gemeente, nu grijpt hem dat zo aan. En hij houdt het volk voor. Is dat nu ook voor hen het ergste? Bij al die doden die te betreuren zijn, bij al die rampspoed die gekomen is. Maar is dit nu het ergste, dat die berg Sion niet meer functioneert? Dat er geen tempel meer is, dat er geen dienst van de verzoening meer is, dat de priesters geen werk meer hebben? De boodschap van Gods genade daar niet meer zichtbaar is. Bij de offers die gebracht zouden moeten worden. Dat is het ergste van alles. Uit dit gebed blijkt wel, gemeente, hoe lief de schrijver, hoe lief Jeremia, hoe lief de Godvrezenden Sion
hebben. Wat een hartelijke liefde, wat een diep verdriet om de ondergang van het huis van de Heer. En heb jij nou ook het huis van de Heere hartelijk lief, gemeente? Want dan moeten we vanmiddag de lijn doortrekken. Sion, die berg, die tempel, die stad waar God wilde wonen, waar God zijn volk bijeenbracht, waar de dienst van de verzoening iedere keer weer verkondigd werd. Ja, is daar niet een lijn, ook met het Nieuwe Testament, ook met ons? De kerk, waar het offer van de Heere Jezus wordt gepredikt, wordt voorgesteld, waar het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden wat je wordt aangeboden, waar we mogen horen dat God ons zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Die dienst van de Heere, dat woord van de Heere, dat evangelie. Hebt u dat lief? Hebt u die gemeente van de Heere lief? Dat is toch zijn tempel vandaag? De tempel van de levende God? Niet met stenen gebouwd, maar levende stenen. Hebt u die tempel lief? Is het voor u ook zo wonderlijk dat God te midden van mensen wil wonen, dat hij daar wil werken, dat hij daar zo dichtbij komt, dat hij daar tot je spreekt en dat je terug mag spreken in het gebed, dat hij je roept en dat hij aan je trekt en dat hij je onderwijst en dat hij je bemoedigt en dat hij je troost en dat je de wegen van de Heere mag leren, dat je elkaar daar mag ontmoeten, om de Heere samen te dienen, samen aan te roepen. Hebt u het volk van de Heere, hebt u de gemeente van de Heere, hebt u de dienst van de Heere lief? En bid u daar ook voor. Bid u, bid jij voor Gods kerk. Niet alleen aan deze plaats, maar wereldwijd, onder Joden en heidenen, dichtbij en ver weg, op het zendingsveld en de kerk in de verdrukking. Bid u daarvoor, bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen, bid om vrede. Laat het goed met u gaan, laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Een gebed voor Sion is ook vandaag zo nodig. Heel hard nodig, gemeente. Laten we maar beginnen bij dat volk waar het hier allereerst om gaat. Want God heeft dat volk niet verstoten, schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen. Hij spreekt wel over de verwerping van Israël, waardoor het heil tot de heidenen is gekomen. Maar hij zegt tegelijkertijd, maar God heeft zijn volk niet verstoten. God kan wel heel hard dat volk aangrijpen. En God kan zichzelf tegen dat volk keren voor een langere tijd. Maar hij heeft dat volk niet definitief verstoten. Het blijft zijn volk. En oh, wat heeft het volk onze voorbeden nodig? Dat zaad van Abraham, Isaac en Jacob, waar de Heere zijn verbond mee heeft opgericht, waar hij zijn woorden aan heeft toevertrouwd.
dat nog steeds voor een deel die schriften bestudeert en doorgeeft. Want is dat volk ook diep gezonken in zonde in de loop van de eeuwen en nog steeds. Want vinden ook daar een verschrikkelijke dingen plaats als het gaat, gemeente, om de overtreding van Gods geboden, van Gods heilige geboden. Nee, het is geen ideaal volk, het is geen volk dat zonder zonden is. Integendeel, daar gebeurt ook zoveel dat voor God niet bestaan kan. En wat de Heere niet verdragen kan. En de Heer Jezus heeft zijn tijdgenoten niet voor niets aangesproken. U die de profeten dood en stenig. Hij heeft er niet voor niets over geweend. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En volharden ze daar in meerderheid nog niet steeds in, gemeente? En doet het Paulus geen zeer en heeft hij daar geen verdriet over als hij dan denkt aan die broeders van hem, die de Heere nog niet echt hebben gevonden, niet hebben leren kennen. Die wel de schriften lezen en soms zo goed kennen, zeg maar, letterlijk. Maar die als ze de schrift lezen, dan is er een bedekking waardoor ze toch niet verstaan wat ze lezen. En geven ze eigenlijk zo'n rare uitleg aan. Die niet naar de bedoeling van de Heilige Geest is. Maar het blijft het volk van de Heer. Ook al zijn ze vijanden van het evangelie om uwentwil, schrijft Paulus. Ook al zijn ze vijanden van het evangelie, zelfs dan blijven ze het volk van de Heer. En mogen wij ze niet loslaten en opgeven, maar worden we opgeroepen tot gebed. En te meer, gemeente, als dat volk omringd is door talloze vijanden die maar het op één ding voorzien hebben, dat ze allemaal uitgeroeid zullen worden. Van de river tot de zee. Dat er niet eentje overblijft. En als de hele wereld dat voor gerechtigheid houdt en zich min of meer daarachter stelt, en met één beschuldigende vinger wijst ook in deze tijd naar dat uitverkoren volk van God. Wat hebben ze onze voorbeden nodig? Ook het huidige Sion. Wat is er van over, van die plaats waar de Heere woonde? Op die plaats staat een gebouw. Waar niet de Heere wordt geëerd, maar waarop wordt ontkend dat God een zoon heeft. Wat moeten wij bidden om de vrede van Jeruzalem, om het behoud van Gods volk. Maar wat moeten wij ook bidden, gemeente, voor de kerk, want het volk van de Heere is zo uitgebreid geworden, de Heere is in het Nieuwe Testament ook met het evangelie de wereld ingegaan. Zoals de Heere al aan Abraham had beloofd, dat hij een vader zou zijn van vele volken. En als je van Christus bent, ja, dan ben je Abrahams zaad. En dan ben je ook een erfgenaam geworden, ja. Dat zegt het Nieuwe Testament. Als je van Christus bent, dan ben je Abrahams zaad. Dan ben je een van die volken, hoor je bij die volken die ook met Abraham en zijn nageslacht gezegend worden. Dan horen we ook bij Sion. Dan mogen we ook bij dat verbond behoren.
Maar o gemeente, wat is er nu van die christelijke kerk geworden? Wat is die verdeeld? Wat is die verscheurd? Wat een dwalingen hebben ingang gevonden. Wat is er overgebleven van het zuivere evangelie van de apostelen? En keer op keer heeft de Heere nog weer een herleving gegeven, een reformatie gegeven, en ook hier, we weten het allemaal niet waar, we noemen onszelf gereformeerd. Er is reformatie gekomen, we zijn zo gezegend, God heeft in ons voorgeslacht zo willen werken. Het licht op de kandelaar is weer zo heerlijk gaan branden, gemeente. Het licht dat is weer zo gaan schijnen. Het evangelie is weer opnieuw ontdekt. En met kracht is het weer verbreid geworden. Maar is het niet vaak weer opnieuw losgelaten? En zijn we niet vaak eigen wegen gegaan? En wat doen wij er zelf mee? En zijn wij soms misschien als die Joden uit de dagen van de profeet van Jeremia, die liever die boodschap hoorden, die de mens aanstond, niet buigen onder dat juk van Babel, maar weer vrij willen zijn en juichen dat God je God is. En hij helpt je wel. Roep Egypte maar te hulp en dan komt het wel goed. Of zijn er vandaag geen dwaalleraars meer? Ben je daar in de 21ste eeuw voor gevrijwaard? Lopen wij het risico niet dat het woord van God verdraaid wordt? Gebeurt dat misschien ergens anders, maar houdt dat halt bij de grenzen van ons kerkverband? Zijn we zo zuiver op de graad dat wij wel weten wat goed is en dat wij wel trouw zijn? Dan hoeven wij niet opgeroepen te worden om het woord van God te bewaren en vast te houden aan wat ons is overgeleverd en te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. De vraag stellen is een beantwoording. Wat is het gebed ook vandaag nodig, gemeente? Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben, zegt de profeet. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Hoe kon het zo ver komen? Dat we ook in ons eigen kerkverband zo verdeeld zijn geraakt. Dat er de vrees is. Dat we uit elkaar vallen, dat we elkaar niet meer vast kunnen houden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Zijn we dan wel trouw geweest in de afgelopen jaren? Hebben we dan elkaar wel echt gezocht? Hebben we dan werkelijk elkaars hart gezocht? Hebben we dan werkelijk samen dingen besloten waar we elkaar ook aan mogen houden? En is die wil en was die wil aanwezig? Wat is het nodig, gemeente, dat wij bidden? Voor Israël, voor de kerk. En ook voor ons eigen kerkverband. Met verootmoediging. Heere, wij hebben gezondigd. Het ligt niet aan u. De kerkverlating, het opheffen van gemeenten, het elkaar niet meer verstaan, de breuklijnen die er lopen, de dreiging die er is.
wat hebben wij ervan gemaakt, o God? Maar is er dan nog wel hoop, gemeente? Mogen wij dan nog geloven dat het goed komt? Met de Israël, met de kerk? Misschien in uw eigen persoonlijk leven? Waar zoekt de dichter het nu? Waar zoekt de profeet het nu? Moet u luisteren waar het op uitloopt. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. O, dan gaat hij pleiten, gemeente, dan gaat hij pleiten in zijn gebed. En dan heeft hij deze vaste grond voor zijn gebed. Dat de Heere niet veranderd is, dat de Heere dezelfde is, dat de Heere de getrouwen is. Dat de Heere niet laat varen het werk van zijn handen. Barmhartige genade is de Heere langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Zo heeft hij zich geopenbaard. Zo mag Israël zijn God toch kennen. Zo weet toch iedere ware Israëliet wie de Heere is. U, Heere, o die naam. Ja, wij, Heere met allemaal hoofdletters, de God van het verbond. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Wat er ook allemaal wankelt en wat er dan allemaal in elkaar gestort is. En je zou zeggen, als er geen tempel meer is, dan woont God niet meer te midden van zijn volk. Waar is God nu? Nou, zegt de schrijver, hij is er nog steeds hoor. En hij zat niet daar op de troon, op de berg Sion, maar hij zit in de hemel op de troon. En die plaats daar op die berg Sion was maar een afbeelding. Ja, je moet dat niet bagatelliseren, het was van grote betekenis. Maar God woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij zetelt op zijn troon. Boven hemel en aarde. En hij zetelt voor eeuwig. Hij is niet van zijn troon te krijgen en niet van zijn troon te stoten. En dan kan er wel heel veel rampspoed zijn en dan kunnen er verschrikkelijke dingen gebeuren. En dan denk je dat alles in elkaar stort en dat er niks overblijft en dat er geen hoop meer is. Maar hij is er van generatie op generatie. Uw troon is van generatie op generatie. Dat herinnert aan de vastheid van zijn verbond. De God die Abraham geroepen heeft, generaties terug. En die het volk uit Egypte geleid heeft en door de Rode Zee heeft gebracht. En door de woestijn in Kanaan, diezelfde God, die is er nog van generatie op generatie. Als je op hem ziet, ja, dan is het toch troost. Als je het van hem verwacht, dan heb je toch houvast. Ondanks alles. En er gebeurt niets in deze wereld. Of hij heeft daar toch de macht over. Hij regeert, hij bestuurt alles. Ook die rampspoed die over Juda en over Jeruzalem is gekomen. Die is niet zomaar gekomen, daar had hij de hand in. Dat vond hij nodig, dat heeft hij toegelaten. Maar daarom betekent het nog niet het einde. Want ook dit maakt deel uit van zijn plan. Ook al begrijpen wij er soms helemaal niets van.
Dat is, gemeente, het houvast van Jeremia, van de schrijver. En dat moet ook uw en mijn en jou houvast worden in het leven. Persoonlijk en als kerk. Ja, maar als de Heere nu met zijn straffen gekomen is. En dat terecht en verdient. Kun je dan nog iets goeds van de Heere verwachten? Heeft hij dan niet uiteindelijk het opgegeven met ons? Heeft hij dan niet gezegd, nou het hoeft voor mij niet meer? Nee, gemeente. Dat is ten diepste de overtuiging van Jeremia, van de schrijver, van deze gedichten, van deze liederen. Dat de Heer het niet voor altijd doet en dat legt hij ook aan de Heer voor. En hij zegt, waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten, Heer? Zou u ons geheel en al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertorend zijn? Waarom zou u dat doen, Heer? Ja, waarom? Ja, dit is toch verdiend? Ja, als je naar het volk kijkt, dan zeg je ja, het is logisch. Het is helemaal verdiend. Dan hoef je niet te vragen waarom. Het is je eigen schuld. Je hebt erom gevraagd. En dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor jou en dat geldt ook voor mij. Oh, we hebben zo gezondigd. Wat hebben wij ons waardig gemaakt? Maar als je nou naar hem ziet, naar die God, die barmhartig en genadig is, die niet altoos zal twisten, niet eeuwig de toren zal behouden, die niet met ons doet naar onze zonden, niet ons vergeldt naar onze ongerechtigheden, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Die God. Zou die God voor altijd zeggen, en nou is het genoeg geweest. En nou hoeft het voor mij niet meer. En nou hou ik er mee op en nou hou ik het voor gezien. Nee, dat kan, Jeremia. Dat kan Gods kind niet geloven. Zo is God niet, dan zou hij zichzelf tegenspreken. Uit heel de openbaring van God weet de schrijver, Heere, u bent toch barmhartig, genadig en getrouw. Ja, rechtvaardig zeker. En vertorend over onze zonden. En toch. Als we met berouw terugkomen, als we u aanroepen, belijden wie we zijn en wat we gedaan hebben, dan is er bij u toch vergeving. Dan is er bij u toch genade. Kijk, dat is de vaste grond. Dat is de enige grond waarop u en ik kunnen bidden. Waarop Israël kon bidden. Waarop wij ook vandaag voor Israël en voor de kerk kunnen bidden. Van onze kant alles verzondigd. Maar die goede God. Daar kun je op aan. Daarbij kun je terecht. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden. Op het juiste tijdstip. Op de tijd die God bepaalt. Dat geloof. In die God. Niet geloven in jezelf, niet geloven in je goede bedoelingen, niet geloven of je berouw wel diep genoeg zit en of je toch nog wat hebt waardoor je zalig zou kunnen worden. Maar alleen maar dat geloof in hem. Daar pleit
dit klaaglied op. Heb u ook al zo leren pleiten? Zo leren bidden voor uzelf, voor anderen, voor de kerk, voor Israël, voor deze wereld. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Nee, zegt de dichter, dat kan niet. Dat kan niet waar zijn. Ja, en wat is er dan nodig? Komt het dan zonder meer wel goed? Nee, dan vraagt hij dit, het laatste gemeente. Heere, bekeer ons. Tot u dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. Breng ons weder tot u, breng ons terug tot u. Keer ons om, Heere, naar u toe. Dat is wat hij vraagt. Om nu werkelijk, ja, van die genade te mogen leven, zul je bij dat volk moeten horen dat zijn zonde beleidt en dat van harte zich bekeert. Dan is er omkeer nodig. Terugkeer tot de Heere, terugkeer naar het land is niet genoeg als je in gevangenschap gevoerd bent. Herbouw van de tempel alleen, dat is niet genoeg. De altaars weer oprichten en dan de dienst van de priesters weer laten beginnen, dat is niet genoeg. Nee, wij moeten zelf omgekeerd worden naar God toe, met ons hart. En van nature gaan we van hem af. Door de zondeval gaan we van God af. Kun je wel denken dat je heel vroom bent, maar ben je niet. Van nature willen we van God niet weten. Heeft ieder mens bekering nodig. Oh, wat is dat belangrijk ook in de Bijbel. Bekering en geloof, geloof en bekering. Hoort bij elkaar. Bekeert u en gelooft het evangelie. De boodschap van de Heer Jezus zelf. Bekering, dat je omkeert met je hart, met heel je leven naar God toe. Je tot hem wendt, op hem gericht wordt. Ja, bekeert u. Maar dit klaaglied zegt, Heere, bekeer ons. Daar wordt gevraagd, Heere, wilt u dat doen? Waarom zou de dichter dat nou zo zeggen? Heere, bekeer je ons. Waarom zegt hij nou niet, Heere, we bekeren ons tot u? Wilt u niet langer boos op ons zijn, wij bekeren ons. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, Heere, bekeer ons. Weet u waarom hij dat zegt, gemeente? Waarom hij zo bidt? Omdat hij weet, oh, als dat van ons afhangt, wordt het niks. Komt het nooit meer goed. Verandert er niks bij Israël. Verandert er niks. Die vrome Joden die van het echte evangelie niet willen weten. Verandert er niks van bij die kerkmensen die denken, wij zijn toch wel ietsje beter dan al die anderen. Kijk, hij zegt dat niet om zich achter te verschuilen. Zo van, ja, wij kunnen dat niet. Dat gebeurt ook wel, dat mensen zeggen, ja, ik kan mij niet bekeren. Nou, dan hoeven ze daar verder ook niet mee bezig te zijn. Dan moet God dat maar eens een keertje doen. En anders komt er toch nooit wat van. Dan ben je er meteen zelf mooi vanaf. En dan kun je ook nog God de schuld geven als je niet bekeerd wordt. Dat denk je dan. Vreselijk eigenlijk, hè, zo'n gedachtegang. Dat je zo tegen God durft verheffen. Maar dit is de diepe doorleving van iemand die bekering nodig heeft, die zich bekeren wil.
En die dan erkent, o Heere, het zit zo diep die zonde in mijn hart, in mijn leven. Daar kom ik niet los van. Ik heb u nodig. U moet het doen. Wilt u het doen? Hij vraagt er ook om. Hij bidt er ook om. Hij zegt niet, ik wacht maar tot u het eens een keertje doet. Nee, hij bidt erom. Hij is ermee bezig. Ziet u wel? Hij wil het. En zo moet het volk gaan bidden. Om die bekering die ze zo nodig hebben. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Ja, nou, daar kom je nooit klaar mee. Nee, van die bekeerde mensen. Maar dat heb je dagelijks nodig. Dat leert ook onze catechismus. Dat heb je dagelijks nodig. Maar dan is het wel echt. En vernieuw onze dagen als vanouds. Laat het dan weer goed worden, Heere. Laat het weer worden zoals het was. En wat was dat dan? Dat we bij uw woord leven. Dat we naar uw wil leven. Dat u God bent en wij uw volk zijn. Dat we het verbond mogen beleven. Dat we in uw gunst mogen delen. Dat we juichen in uw naam. Dat we mogen leven onder uw zegen. Dat we niet meer op Egypte vertrouwen. Dat we echt vrij mogen zijn door het geloof in u. En dan kunnen er nog een heleboel gevolgen zijn van die zonde die heeft plaatsgevonden. Maar dan kunnen we verder. Dan hebben we hoop, dan hebben we toekomst. Dan weten we, het komt goed. Want God is met ons. Om Jezus wil, verlangt u, verlang jij hier echt naar. Dan is het ook uw gebed. En laat het nog meer uw gebed worden. Voor uzelf. Voor de kerk. Voor Israël. Voor heel deze wereld. Amen.
Laten wij de Heere danken en bidden. Trouwe God in de hemel. We roepen u samen aan. En we danken u dat u ons wilde leren. Dat we moeten bidden. En dat we ook voor Sion moeten bidden vandaag. Voor heel uw gemeente van het Oude en Nieuwe Testament. Voor Joden en heidenen. O Heere, ontferm u. Wat is er een zonde aan onze kant, Heere? Bij Israël, bij de kerk, bij ons kerkmensen, in ons kerkverband. O Heere, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat zijn we krachteloos geworden? Wat zijn we ver bij u vandaan geraakt? O Heere, neem weg onze zonde. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheid. Denk aan uw trouw. Denk aan uw barmhartigheid. Denk aan het werk van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. En wilt u dan nog doorgaan, ondanks alles, met uw werk? Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen, als van ouds. Dat bidden we voor Israël, omringd door vijanden. En zelf zo ver bij u vandaan, in meerderheid. Heere, geef bekering ook aan dat volk, naar uw beloften. Wilt u nog krachtig werken in de kerken, ook ons eigen kerkverband, zegen onze generale synode, allen die daarheen zijn afgevaardigden, die de stukken doornemen, die in commissies werk doen. Laat het nog, Heere, onder uw genade, onder uw zegen, tot heil van de kerken zijn, tot eer van uw naam. O Heere, we bidden u of u ook in alle nood die er nu is in de wereld, alle strijd, alle oorlog, alle verwoesting, waarin we ook zien dat uw oordelen over de wereld gaan en dat het grote oordeel komt, dat u komt om te oordelen. Maar Heere, ook om uw ware volk te verlossen. Geef, o Heere, dat nog velen uit de duisternis getrokken zullen worden tot uw licht. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Heere, geef dat vele harten door uw geest, uw woord mogen gaan verstaan en u mogen vinden. Denk aan de dienaren die u aan deze plaats verbonden hebt. Zegen ook de emeritiepredikanten. Gedenk ons, Heere, allen ook persoonlijk als we weer aan het werk gaan of als we vakantie houden, onze jongeren en kinderen. Als ze nog een poosje vrij hebben, wees met ons als het leven misschien zwaar is. Gedenk de eenzamen, de rouwdragenden, de zieken, allen die ergens mee moeten worstelen. Heere, dat we onze weg op u mogen wentelen. Wilt u in genade met ons meegaan? En dat wij nog iets voor elkaar, ja veel voor elkaar, mogen betekenen. Hoor ons gebed, uit genade, tot eer van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen.
U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegen u en uw gaven. En we zingen van Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heer van alle heren. Zie ons God geducht in macht. Van Psalm 146, het 8e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.